Als kleine jongen droom je ervan om ooit in een stadion te spelen. Ja, en nou kan je gewoon bij een van de mooiste stadions van Nederland kan je gewoon spelen. Tegen Celtic, ja, mooier kan niet. We hebben ons niet voor niets sterk gemaakt om deze wedstrijd hier te kunnen spelen. En gelukkig heeft PSV dat voor elkaar gekregen dat ze in het stadion kunnen spelen. Dat is iets waar ze allemaal heen willen. Hè. Ze willen allemaal naar PSV 1 spelen. Nou, er komt televisie bij, interviews, voorbereiding in het stadion. Nou, de druk van het presteren komt er ook nog eens bij kijken. Nou, ik hoop dat ze daar op een goede manier mee omgaan. Als je het veld opkomt, dan geeft toch wel even een kick. Je ziet altijd die grote jongens hier spelen en nou mag je ook hier spelen. Ja, dat is wel even spannend. Het is een mooi groot veld. Ja, heerlijk gevoel, echt. En dan leef je natuurlijk naartoe, ja, alsof het je laatste wedstrijd is en ja, alles ervoor geven. Dat geeft je extra kracht. Dan wil je gewoon alles geven. Al staat er niemand. Het is gewoon zo mooi om hier te spelen. Dat is onbeschrijfbaar. Mijn broers, mijn schoonzus, mijn neefjes. Vrienden van mij waren er ook, dus het was echt mooi dat ze dit moment ook mee konden maken. En we zagen er eentje, die had een bordje met Geraldo. Wie was dat? Dat is mijn oudste broer. Ja, groets naar hem, man pas. Overbeek. Met een handigheidje krijgt hij de bal terug. Elvio van Overbeek. Bakali. Een uitstekend schot dat goede richting had. Via Vloed. Vloed. Elvio van Overbeek. Goede voorzet en de grote mogelijkheid. De kans in ieder geval voor Antonio. Prima aanval. Die begon bij Rai Vloed. Ja, we hadden wel kansen gecreëerd, maar ja, ik weet niet waarom we niet scoorden. Maar ja, we moesten gewoon onze kansen eigenlijk afmaken. Ja, het was een beetje moeizaam gegaan. Zakaria had een kans gekregen, daarna Geraldo nog, ja, ging er gewoon niet echt in. Renet is even van zijn plek af, dat betekent dat de schotten daar over links gevaarlijk kunnen worden. Maar Koch lost dat netjes op. Vloed PV! Goeie paas op Horsten. Horsten voorlangs. Ik kwam niet goed uit met mijn passen en daardoor raakte ik hem niet super. Maar ja, we hebben volgens mij wel veel kansen gecreëerd. Dus het kon net zo goed 3-4-0 worden voor ons. Daar komt Heezakkers. En er is niemand bij de tweede paal om het af te maken. Dat zou eigenlijk Van Overbeek moeten zijn, maar die stond een paar meter te ver van de bal af. Wissel nu bij PSV, al voorspelt Antonio eraf, Mouzaki erin. En de goal voor PSV. Uit de hoekschop is het Brenet die scoort. Ja, ik zag dat Joshua scoorde en ik dacht van dat moet ik gewoon vieren met hem. Ik moet gewoon even springen en ja, ik was al gewisseld, dat mag eigenlijk niet, maar ja, één keertje. Dat, gewoon iedereen is blij, dus dat maakt niet zo fijn. Ja, moet je rijden om de corner. En ja, ik probeerde zo hoog mogelijk te springen en ik zag die bal komt bij mij in de buurt. Ja, ik klikte hem gewoon erin. Ja, dan komt er een uitbarsting, want ja, we waren echt op zoek naar die ene goal. En als die dan valt, dan ja, springt iedereen boven Joshua erop. Dus echt niet normaal, wat een uitbarsting. Met de wetenschap natuurlijk dat ook Celtic niets heeft aan een gelijkspel. Dus een tegengoal in de slotfase zou alleen uitschakeling voor PSV betekenen. Bal weggewerkt door Vloed. En het eindsignaal van scheidsrechter Van Turenhout.
zorgt in ieder geval voor een hoop feestvreugde bij de PSV'ers en bij de technische staf. Ja, het publiek bedanken is natuurlijk super, want ja, je ziet het al op tv dat ze dat doen. En ja, als je dat zelf mag doen, dan ja, is het fantastisch. Jos, we moeten het, jongen! We moeten! We moeten het! Jos, ik kan niks aan doen, man. Klasse, jongen. Zo is het. Lekker boys! Oké, mannen. We hebben afgesloten. Nou, de tweede helft goed gespeeld. Even die spanning die er wat op zat, die hebben we van ons afgegooid. En je beloont jezelf. En dan heb je dit. Het is een standaard situatie, Josh. Maar ook die zijn belangrijk, kunnen best wel beslissen. Dik, het dikke team of winning, complimenten. Ja, en het is feest in kleedkamer. Het was begonnen, iedereen was blij. Ja, dan gaat iedereen gewoon los in de kleedkamer. Ik ook. We zijn door naar de volgende ronde, maar ja, na die feestje ook weer focus hebben op de volgende wedstrijd, want dit is maar het begin. Hè. Lekker Josh, lachen jongen! Josh! Schoutwacht jongen!